Hallo kijkers, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik weer eens een nieuwe Minecraft wereld starten en ook een gloednieuwe serie. Het is Minecraft Hardcore. En we creëren meteen deze nieuwe wereld. Ik hoop dat we op een goed plekje spawnen. Oké, we zijn dus hier. De zon komt op en we kunnen beginnen. Ik wil nu ook mijn shaders aan. Ik weet niet of je dat leuk vindt of niet. Ik speel eigenlijk bijna nooit mijn shaders, maar het lijkt me wel eens leuk om nu een keer wel te spelen met shaders. Ik speel ook in de 1.18 versie. Ik begin natuurlijk altijd met wat hout te verzamelen. Dat moet altijd gebeuren in het begin. Ik was de eerste boom volledig neergehaald. En nu op naar de volgende boom. Oké, nu we wat hout hebben, kan ik een crafting table maken. En daarmee wat tools. Pickaxe is het beste om in het begin te maken. Hopelijk kan ik hier al wat steen mijnen. Ah, daar kan ik wat steen mijnen. Ik vind het wel leuk om nu weer een nieuwe serie te beginnen. En ja, ik heb ook al eerder hardcore werelden gemaakt. En hopelijk kan ik in deze wereld de Ender Dragon verslaan in hardcore. Dat heb ik volgens mij nog niet gedaan, denk ik, in hardcore. Dus is wel leuk om een keer te doen. Ik ben terug naar de crafting table. En wat we eerst maken is een furnace, misschien nog een bijl en nog wat betere tools. Ik weet nog niet waar ik mijn huisje wil maken. Oh, pompoenen, die neem ik mee. We hebben nog geen voedsel, dus ja, even wat varkens killen. Ik weet eigenlijk nog niet wat de plannen zijn voor deze wereld. Eerst moet ik nog een goede plek vinden waar ik mijn basis kan maken. Misschien kan ik daar ook een beetje kool vinden, zou mooi zijn. Oh, village! Oké, dat was wel snel dat we een village vinden. Er zijn ook schapen en zo. Even stelen bij de villagers. Dit kan je die hay bales sneller weghalen. Kijk, zo kan het heel snel gaan. Moet al bijna eten. Hier gaan we beef even koken. Oh, we hebben al wat damage genomen. Gelukkig is het geen auto hardcore. Oh, dit stelen we ook even mee. En deze boom haak ik wel weg. Ze staat gewoon hier in de weg. Ham nam 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 nam. Oké, we kunnen weer verder en we kunnen weer rennen. Deze village is nog best groot, vind ik. Hopelijk kan ik ook van die boekenkast of zo vinden. Ik steel gewoon alles. We kunnen ook die iron golem killen. Zo, kan hij mij niet aan. En ik kan hem wel aanvallen. Oké, eerst iron is binnen. 4. Oké, dus net genoeg voor wat ik van plan was om het nu te doen. Ik maak een bucket en een schild. Zo hebben we een beetje bescherming en kunnen we ook ja, de waterbucket druk doen. Hier even binnen. Oh, we hebben hier heel veel boekenkasten. Sorry, maar al deze boekenkasten moet ik even meenemen. Dan heb ik gewoon de eerste afleveringen hier in deze village gaan spenderen. En dan ik later wel verhuizen naar een andere plek. Maar het is nog wat hout hakken. Je kan nooit genoeg hout hebben. Ha, we vinden hier wat kool. Dat werd tijd. Het is niet zo heel veel, maar het is tenminste iets. Ik ga ook even de villagers even opsluiten, zodat ze veilig zitten. Dus hier is één villager die ik ga opsluiten. Zo blijven de villagers een beetje in leven. Want het is hier nog niet veilig s'nachts voor hun. Hier een villager, ja ook. Die ga ik ook opsluiten. Hier ook. Nu hier eens kijken. Ja, hier ook. Denk dat ik ook even een plekje, een huisje moet zoeken dat ik voor mij kan claimen. Denk dat ik dat huis ga nemen. Het ziet er ook goed uit. De mijningang die maak ik hier zo. Ik ga gewoon een mijningang maken met ladders, dat is het snelste. Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke dag hebben. Het is nu zondag nu ik het opneem en gisteren was het zaterdag. Dan kwam er weer eens familie langs. En dat is wel altijd leuk als er familie langs komt. Ik had ook de meeste van de familie ook al een half jaar niet gezien of zo. Dus het was wel leuk om eens met de familie weer allemaal te zien. En we gingen naar zo'n soort van kasteelachtig ding. Maar waar ze vooral buiten en dan was er zo'n soort van lichtshow. Dat is wel allemaal heel gezellig en zo. Ik kan al even mijn kisten hier plaatsen. En dan kan hier allemaal troep in. We hebben niet genoeg ladders om tot diamond niveau te komen. Ik weet het eigenlijk niet of jullie het wel leuk vinden als ik met shaders speel. Dus als jullie liever zonder hebben,
Laat dan ook even weten. Ik ga Copper gewoon toch meenemen. Want je kan ook wat XP door krijgen als je het in de furnace stopt. Even kijken via het balkon of het al bijna dag wordt. Het is nog steeds nacht. Ik ga toch even naar buiten. Daarvoor neem ik wel mijn schild mee. Je weet nooit wat op me afkomt. Wow, een zombie. Volgens mij is dit de eerste monster die ik uitschakel. Dat is weer een advancement. De skeletten zijn wel nu gevaarlijk. Gelukkig heb ik dit schild. En die skeletten gaan zo verbranden. Oh, worden weer aangevallen. Waar is die skeletten? Ah, daar zo. Ik kan dat moment verbranden. En het schild is eigenlijk best sterk. En nog een skeleton. Die is ook dood. En de villagers komen weer naar buiten die nog niet opgesloten waren. Maar ja, volgens mij is het ook in Optifine. Als je een fakkel in je handen vast hebt, dat je het dan automatisch ook al licht geeft. Dus ik ben benieuwd dat het ook in deze versie is of niet. Oh, ik vind hier al een cave. En wat iron. Laat hem maar even weg. Als hier een creeper opeens achter me staat, is het bye bye wereld. Dus daarvoor moet ik me oppassen. Dan kan ik even wat eten. En ondertussen kool hakken. Ik hoop echt dat er niks op me afkomt. Dan kunnen we nu ook wat iron meenemen. Zo. Ik hoop dat we zo snel mogelijk een full set iron kunnen krijgen. Oké, we zijn op niveau 11 en ik weet dat dit nog niet het niveau is voor diamonds. Maar ik denk dat dit wel een goed niveau is om wat iron te vinden. Dus ik geef hier wat mijnen. Ah ja, hier vind ik al. Ja, dat bedoelde ik dus, dat dit een goed niveau is voor iron. Ik vind hier al meteen iron, maar ja. Ik creëer gewoon mijnen, niet voor diamonds, maar gewoon voor iron. Want ik wil toch wel zo snel mogelijk een full setje iron armor. Ik wil ook nog een anvil maken. Dus ik heb toch wel zeker een stack aan iron nodig nu. En is dat ik helemaal vergeten ben om al meer fakkels mee te nemen. Dus nu weer terug naar boven. Ik ga toch even al mijn sugarcane daar zo planten. Bij het water. Sugarcane moet je toch sowieso altijd bij water planten. Alleen jammer dat het zo ver is. Ah, het is echt mooi om de zon zo zien op te komen. Ik ga hier gewoon een klein farmpje op zetten. En wortels mogen ook mee. Dus de farm komt hier zo. Dit moet even allemaal weggehaald worden. Oh, we hebben echt heel veel aardappelen. Dus dit wordt ook een grote aardappelfarm. Ja, zo gaat de plant echt veel normaal sneller. We gaan een nieuwe watersource moeten zetten. En weer water bijvullen. Voorlopig kan ik mijn water hieruit halen. Oké, dit is dus de farm. Het is de meest lelijke farm ooit. Maar ja, we moeten toch wel met iets beginnen. En wat ik nu nog kan doen voor de rest van de aflevering is misschien nog wat mijnen. Wacht, ik heb ook nog geen dierenfarm. Dus ik wil ook even wat dieren lokken. Zijn er toevallig koeien of zo? Ik zie momenteel niet echt koeien. Ik zie wel schapen. Daar kan ik ook een farm van maken. Dit weg en dan weer gewoon plaatsen. Dus kan ik hier de schapen inlokken. Jammer dat het geen koeien zijn. Maar schapen geven ook wol. En het is misschien wel leuk als ik ooit iets ga maken met wol. En ze zijn erin getrapt. Ze zijn voor eeuwig opgesloten. En dan weer. Nu ga ik. Ik had al eerder gezegd dat ik met de mijnen ging, dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb twee pickaxes en een chestplate. Zo, zeker wel zo weer terug als ik wat vind. Oeh, eerste goud. Oké, we komen weer uit op een cave. Maar ja, ik denk dat ik hier de aflevering ga afsluiten, dus ja, hopelijk hebben jullie genoten van deze eerste aflevering. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Je mag altijd tips achterlaten.
hoe ik gemakkelijk kan overleven. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video, dus doei!